Jan Boer, eigenlijk een grote rumor. Lukje boekje, mooie vrouw, dikke man. Ja, goedemiddag. Ja, mooi dag. Mooi dag. Wat is Groningen en het Hoge Land voor Jaap? Nou ja, ik woon hier en ik ben eraan gewend, maar het is natuurlijk altijd open. En ik woon hier met Pazaar, het vader had te haar, dat is op een ander steen, maar het duurt er ook bij. Ja, ik ben hier al 80 jaar woon ik hier en ik hoor hier nooit weer weg. Maar ik heb ook mazzel, ik heb dus op een boerderij woon vlakbij Durp. Ik heb in de Iesboom woon vlakbij. Ik heb hier nog een schier hoes in Durp, ook een bemachtiging. Dus je hebt ook een beetje, ja, een plek waar je geen meer voet gewoon. Het hoort er gewoon bij. Ja. En Jan Boer? Ja, Jan Boer, ja. Als ik in Rutten kom, dan zou je die kop op die muur staan en dan denk je, poeh, dat was toch wel een belangrijk man en ook wel een beetje een man met gezag. Nou, dat was ook zo, want ik heb de legere school in Oostkadaat van Zoof. En als dan Jan Boer de school op zinder kwam, dan was een poorong van het ziet, was al de hele onderwijzend personeel wat in stress van Jan Boer kwam. Het was een man recht uit, recht aan, maar hij zei stief wat op stond. En als Jan Boer kwam en bijvoorbeeld was, dat was een opluchting van Jan, die was streng. En ik denk wel rechtvaardig, dat misschien wel. Maar men zag dat ding aan dat ze kwam en doodde dat het gehoord was. Belangrijk man voor deze streek. Ja. En de taal, wat is de Groningen? Ik heb mijn best gedaan om Groningen zo goed mogelijk een beetje voor te brengen. Maar ik ben ook 3 jaar in stad in Kostwest Nederlands geleerd. Ik ben 2 jaar in Duinswest ook Nederlands geleerd. Dus ik ken het wel, maar ik ben Joden en Rooslid geweest hier zo. En dan begon ik heel dapper in het Nederlands, maar even duur, even loden en geen erover in Groningen. Het zit er zo in bakken. Maar ik weet niet of het gehoord is, maar mijn echtgenote die spreekt Nederlands. En ik plat. Dat is al meer dan 50 jaar het geval. Ik hou vol, zij al vol. En Barton kan daar goed verstaan. Maar ik hou van mijn tool. Ik vind het plezierig. En als mensen er ook met plezier naar lusten, is het al klaar. Het woord paard van Noor, is dat in het Grunings speelt van nu? Nee, paard wordt in Nijbroek. Nee? Nee. En ik zou niet weten hoe dat in Grunings heet. Parels. Niet parels van Noord? Nee. Ja, mijn echtgenoot heeft geen parels aan, maar ik zal niet weten wat ik tot in zeggen moest. Parels. Ja, mooi steen. Maar dat woord parels komt allemaal niet voor in mijn vocabulaire night. Nee. Ja. Volgens mij is het gewoon parels van het Noorden. Ja. Ja.